We zijn er voor de vijfde keer, Daniel. Heb jij daar zin in? Ik heb er weer zin in. Ja, ik ook. Fantastisch. Vanavond Laura Veen. En de Vipertones. En de Vipertones. Dat zijn hele chique mannen, weet je dat? Ja, ik heb allemaal een strak pak, heb ik begrepen. Ja, ik weet niet of ze dat met dit weer ook doen, hoor. Het is wat frisser dan anders, maar ik vind het nog lekker aangenaam. Ja, ja. Vorige week hadden we een beetje pech met de regen en de artiesten natuurlijk ook. Toch waren er behoorlijk wat mensen op afgekomen. Maar vandaag, nou, het is half uur voor aanvang voorstelling. U ziet het zelf. Het wordt wel lekker druk en we gaan er een mooie avond van maken. Nou, jullie zijn er helemaal klaar voor. Of niet dan? Ja. Ze kan heel goed vertellen, ze weet alles. Zij weet alles. Zij weet alles. Zeg maar, door hem zitten jullie hier. Juist. Ja, ja, hij is eigenlijk de boosdoener. Door hem ze. Maar jullie hebben geregeld dat dit allemaal op tafel staat en dat is voor de hele avond. Ja. Oh ja. Of niet, zo van nou. We zien wel. We zien wel. Is het zo dat je de band kent? Nee, ik ken de band niet. Nee. Maar je komt hier eigenlijk puur voor de gezelligheid. Ja. Ja. En is het ook gezellig? Ja, supergezellig. Je moet het, zoals ik zie, zelf maken. Je moet het zelf maken. Goed gezelschap meenemen. Okay. Eten meenemen. Muziekje erbij. Helemaal top. En zo kom je de avond wel door. En zo kom je de avond wel door, ja. Ik wens jullie een hele gezellige avond toe. Dank je wel. Goed. U bent van Lauwer en de Vipertones. Ja. Een lekkere soul, funky clubje. Wat doet u bij Laura en de Vipertones? Ik ben de drummer van de band. En nou ja, goed, we zijn hier vanmiddag al aangekomen om te soundchecken. En we gaan er dadelijk tegenaan. En is het de eerste keer Palmparkje Stilburg voor jullie? Ja, dat is de eerste keer voor ons. Ja, 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 zeker. Ja. We zijn benieuwd. We hebben goede berichten gehoord van de andere bands die hier al gespeeld hebben. Die waren super enthousiast. Van, oh, spelen jullie daar ook? Dat is te gek. En dus we kijken er erg naar uit. Waar komt de naam eigenlijk vandaan? Laura Veen is natuurlijk de naam van de zangeres en de Vipertones. Kun je me daar iets over vertellen? Ja, de naam. We zochten een pakkende naam. Wat een beetje zo. Want Laura Veen met een V en dan en de V. Maar dan zochten we iets. En Vipertones, ja, dat bestaat eigenlijk helemaal niet. Hè. Vipers is een slang en tones, nou ja, de muziek. Het klonk wel lekker. En het heeft altijd als voordeel als je een naam hebt die niet bestaat, dat je het meteen kan googlen en meteen bij de goede terecht kan. Dus dat was eigenlijk de reden waarom we Vipertones zijn gaan doen. Laura, you have only 5 minutes to tell us who is Laura Veen. This is me. I'm Laura Veen. And then we listen to the music, and what kind of music we are listening to? Tonight we're going to be listening to a mixture of songs from the first album and the second album with the Vipertones. And it's soul funk, you know, happy dancey stuff, but there's a couple of ballads in there just to make sure that I can squeeze a few tears out of someone here. Well, ja, lekker luisteren, een beetje funky, een beetje ballads, muziek luisteren. Laura, you have a baby. How old is the girl? She is just over 8 months old now. Okay. Yeah, yeah. She's still here. She's in Dordrecht tonight. Yeah. Yeah, she's in bed hopefully at the moment. Yeah, I hope so. Yeah. Okay. Ze is in bed, het kleintje is 8 maanden oud, maar ze mag mee op tournee. En dat is natuurlijk heel erg leuk. Alleen, ze is niet hier in het grote geweld, maar ze slaapt al lekker in haar bed. Wat verwacht jij ervan? Nou, we hebben zojuist Laura gesproken en die heeft er ontzettend veel zin in. En ze gebruikte het woord exciting. Nou, dan weet jij wel wat het gaat worden vandaag. Ja, dat gaat helemaal lukken. Terwijl Chris, onze cameraman van Omroep Tilburg, nog wat beelden schiet hier van het racehofpark. Ja. Het loopt inderdaad al lekker vol. De frituur, het vet is warm, de kassa's die draaien. Het geluid is getest, de bar is bemand. Ja. Wat kan er nog fout gaan? Ik denk dat wij namens Omroep Tilburg lekker gaan luisteren en kijken, toch? Gaan we helemaal doen. Dankjewel. En het is te zien op tv, want jij bent nou van de radio. Ik denk toch vanaf vrijdag.
Zeker weten. Vanaf vrijdag iedereen kijken. Ja. Op de radio komt het ook voorbij. En volgende week zijn we er weer bij, Daniel, toch? Inderdaad, level 6 als het goed is, volgende week. Level 6, een prachtige partyband, helemaal bekend. Blijkbaar ook een hele bekende Vlaming die in een songserie speelt op VTM. Dus we gaan eens kijken. Allee, je bent al goed geïnformeerd, kijk. Zo. Hij is een... Ja, en Els is al in vorm, dus ja. dat gaat helemaal lukken. Ja. Wij gaan kijken hier op het terrein. Saluti! U bent hier op de Palmparkies in de Racehof. Het is de vijfde avond vanavond. Bent u hier voor de eerste keer? Nee, niet voor de eerste keer. Maar ik heb vanmiddag van een goede vriend gehoord dat hier muziek is. Ja, dan ga ik kijken. U bent al eerder geweest de afgelopen weken? Nee, dat niet. Vorig jaar. Oh, vorig jaar. Ja. En wat vindt u van de sfeer nu al? Ja, heerlijk. Het is druk, maar toch rustig, zeg maar. En ik hoop dat ik genoeg kan zien. Ik heb een goede plaats hier, dus... Ja, u zit lekker dicht bij het podium. En wat denkt u wat de muziek zal gaan brengen? Dat weet ik niet. Ik heb gehoord dat het een goede band is. Dus ja, wacht maar af. Hè. Nog twee keer, Daniel. En dan zit het er weer op. Maar we mogen nog twee keer. Ja, klopt. Volgende week level 6 en die week daarna Poppy. Ja. En ja, ik heb er zin in. Ik ga nog een keer en jij gaat volgende week. Ik ga ook nog in ieder geval. Ik wil jou alvast bedanken voor de organisatie bij ons. Dat er iedere keer de cameraman was en dat er een verslaggever was. En dat ze hier wisten dat wij kwamen. Dankjewel. Ja.